8-0 bij Kozakken Boys. En je hebt de schade niet echt beperkt kunnen houden. Nee, dat klopt. Maar dat ligt in de kwaliteit natuurlijk. Ik bedoel, als je ziet hoe hun de balletje rond laten gaan, ja, dan wordt dat gewoon lastig. Maar wij hebben wel geprobeerd ons eigen spelletje te spelen door toch te durven voetballen. En dat het dan onder druk af en toe fout gaat. Ja, zo be it. Ik bedoel, in de derde klas gaat dat wel goed. En tegen een tweede divisie als Kozakken Boys met zoveel kwaliteit, ja, dan weet je dat je tekort komt. Maar het is een niet moeilijke wedstrijd voor jullie? Nee, het was een makkelijke wedstrijd. Maar je weet dat je zulke wedstrijden en de tegenstander nooit moet onderschatten. Maar het was gewoon een makkelijke wedstrijd. Bijna niets weggeven. Nou ja, je komt erin en je maakt een goal. Dat is even lekker.
Ja, na lange tijd weer minuten gemaakt. Dus het is lekker voor mij. En ja, als je dan kan invallen met de doelpunten en assist, is het altijd goed. Ja, je zegt in de derde klasse gaat het wel goed. Het gaat heel goed hier in de derde klasse. We staan bovenaan. Je zag afgelopen zaterdag een nummer 2 streek verliezen. Ja, op naar het kampioenschap. Nou ja, daar zijn we mee bezig. En daar moeten we elke wedstrijd scherp op zijn om zelf die punten binnen te slepen. En dat hebben we afgelopen zaterdag bij Asper gedaan in een lastige wedstrijd, maar toch met 2-0 gewonnen. En goed, en dan kijken we pas naar de concurrentie wat die gedaan hebben. Ja, en dan verliest SVW die verliest en Sleerwijk wint wel. Maar goed, uiteindelijk moeten we naar onszelf blijven kijken en zelf de punten blijven pakken. En dan gaan we de goede kant op.